Christel. Met zichzelf. Ja, ik ben er helemaal zelf. Wout, welkom. Dankjewel. We hebben veel nieuws te melden, zeg maar. Of jij hebt veel nieuws te melden. Op twee verschillende vlakken. We gaan het eerst eens even hebben over het mooie blad Seun. Ja. Met een nieuw logo. Ja, een nieuw logo en een nieuwe insteek dat er een mens ook op de voorkant stond. Een echt mens. Ik heb onze burgemeester ook wel eens gezien toen ze hier net was. Ja, maar toen ging het... Anders? Toch iets anders. Kijk, ik heb het begrip oude Seun. Ja. Dat zit me al sinds dat ik 56 jaar geleden in Harlingen kwam. Een beetje dwars, want dat kan ik nooit worden. En, doet dat zeer? Ik vind dat vreemd. Ik voel me meer oude Seun als de gemiddelde Harlinger. Maar goed, ik kwam tot de conclusie dat ze niet meer gemaakt worden. Oh? Want er is geen thuisbevalling meer en er is geen ziekenhuis meer. Dus ze worden of in Snijk of in Leeuwarden grotendeels geboren. Maar wel in Harlingen gemaakt. Ja, maar dan, dat schijnt niet te tellen. Je moet er geboren zijn. Het mag niet. Dus ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga Seunen op de voorkant zetten. Daarom heb ik het blad ook ooit... Seun genoemd. Ja, oké. Nou, nu heb ik ook nog een site gemaakt, maar daar komen we straks op. Die heet dan voortaan deseun.nl. Ja. Want Seun.nl, dat is Seuninga uit Leeuwarden, de zanger. Dus dat kon ik niet gebruiken. Dus nou ja, vandaar. Maar de Seun lijkt mij toch wel leuk. Nou ja, ik heb weer een blad. En dat barst weer van het nieuws. Nou, dan zou ik zeggen, vanochtend lag je ook bij mij op de mat. Wat verrassend, hij is gisteren pas van de drukker gekomen, ben ik blij mee. Ja, nee, dan, dat is toch mooi? Ja. En wat viel me op, want ik heb het net al tegen Hugo gezegd, die had dan 20 miljoen, en wat zou je daarmee doen? Ja, hij deed precies hetzelfde. Ja, dat was het verhaal eigenlijk. Prachtig artikel wat Daniela geschreven heeft. En Hugo, daar kun je, die is ingeënt met een grammofoonnaald bij de geboorte. Hij lijkt wel op jou. Dus de, ja. Hey, maar Wout, nog even terug op wanneer ben je nou wel en wanneer ben je nou niet een oude Seun. Ik denk dat Kik, die komt van een Harlinger familie. Ja. Mijn ouders komen van Leeuwarden, van een grote stad. En dan zei ome Piet Vogelaar van tante Corrie, van Hein van den Hoever. Jongen, dat was nooit een oude Seun, want die ouders komen hier niet verder. Ja. Hoe zit dat nou precies? Nou, ik heb ontdekt dat het eigenlijk zo is dat je ze zelf moet maken. En ik heb er twee gemaakt. Ja. In Harlingen? In Harlingen. Dat zijn dus oude Seunen? Dus ik heb, ja, en die zijn ook in Harlingen geboren. Ja. Dus ja, dan zijn het oude Seunen. Ja, oké. Ah, het is natuurlijk flauwekul. Maar ik vond het leuke van het begrip Seun, dat het niet uitmaakt of je man of vrouw bent. Nou, dat is toch, past toch wel bij deze tijd. Dus dat was toen al bijzonder en dat vind ik gewoon leuk. Ja, nou, klaar. En Seun, dat is lekker dichtbij met z'n allen. Zo is het. Maar wat staat erin? Wat, nou, het meest wat moeten we lezen? Het meest opvallende verhaal vind ik, dat is ook het grootste verhaal wat ik ooit in een Seun geschreven heb. De mogelijke oplossing voor de Harlinger woningnood. Ik heb een stuk of 10, 12 mensen gesproken voor dit artikel. Omdat ik zag dat er verhuist niemand meer. Er zijn geen aanbiedingen van de woningstichting meer. De makelaars hebben geen huizen haast meer in de aanbieding. De prijzen worden onbetaalbaar. Van hoe zit dat nou? En ik had dus met de woningstichting, het bestuur of de directeur gesproken. Ik had met makelaars gesproken. En het werd zo'n verduveld somber verhaal. Ik dacht, ja, nou, de enige die nog bezig is, dat is Klaver. Ja. Dus ik ben naar de bouwer van Klaver, het bedrijf Nieuwe Huis Aannemersbedrijf, in Pingjum geweest. Mm-hmm. Er zat een jonge ondernemer die dat een jaar of 3, 4 geleden overgenomen heeft. En die, ja, ik vond het eigenlijk haast zielig. Want ook die zag het van, ja, we kunnen nergens meer bouwen. Wat is er aan de hand? Naast het laatste stuk wat gebouwd is als rijtjeshuizen, daar ligt een stuk grond. Wat bestemd is om ook weer bebouwd te worden. Maar die grond die mag pas van de provincie buiten de stadsgrens gebouwd worden als er eerst inbreiding geweest is. En die inbreiding, dat zijn bouwlocaties langs de Pollendam. Ja. Daar liggen allemaal stukjes gras en daar was ooit de bedoeling dat daar min of meer bejaardenflats of
Nou, in ieder geval woningen voor ouderen zouden waar komen. Waar ook Spijkerstad ooit was? Dat Spijkerstad, maar ook naast het zeerobbenterrein. Oh, ja. Op het hoekje met de Achlemmerdijk. Nou, er staat een kaart, keurig in, staat de, in, een kaart het bed, in. Ja. En nou ja, dat is dus vastgelopen. En het blijkt dat dat een strijd tussen de woningstichtingen geweest is. En de woningstichting uit Drachten, dan ben ik even de naam vergeten, schandalig. Nee, doet er niet toe, maar... Maar die heeft daar dus een wat wonderlijke rol in gespeeld. Ja. En dat kwam omdat er fusies waren met de woningstichting Franeker. En toen is er een directeur van de woningstichting Franeker weer gekomen. Die is naar burgemeester Scheffer gegaan, jaren later, van we moeten dat eens uit... aan de gang hebben. Ja. Maar ondertussen waren er al rechtszittingen geweest tot het Europese Hof in Luxemburg toe over dat stukje grond en hoe gaan we dat invullen. En eigenlijk aan het eind heb ik maar één conclusie. Ze hebben van zo'n godsgruwelijk Wopke Klaver dwars gezeten al die jaren. En wie zijn ze? De woningstichtingen. Hmm. En daar speelde Harlingen nauwelijks een rol in. De gemeente Harlingen heb je dat ook? Nee, de woningstichting van Harlingen, okay. De bouwvereniging. Die speelde daar nauwelijks een rol in. Maar dat was dan ook weer een soort machtsstrijd tussen die stichtingen. Koos van Weerlee, de toenmalige directeur, kreeg ruzie met Klaver. Omdat hij wilde dat het anders moest. Terwijl als je je erin duikt en je hoort dat Klaver zich bijvoorbeeld... bemoeid heeft langs de Pollendam met die huizen met die ronde deuren erboven. Ja. Het moet mooi. Ja, tuurlijk. En die voormalige directeur van de bouwvereniging, die wilde zoveel mogelijk. En Wopke wilde nog meer, want dan kreeg hij weer, kon hij meer verkopen. Nou ja, een heel ingewikkeld verhaal, daarom is het ook 8 pagina's. Dit was bij jou niet bekend? Dit was voor mij niet bekend, dit is echt dat kwam door jouw bezoekje aan die aannemer. Aan die aannemer, maar je zit altijd met het feit dat Wopke Klaver nooit van zijn leven zijn mond opentrekt. Nou ken jij een hoop mensen en je hebt een groot netwerk, Wout. Heb jij Wopke niet in je telefoon? Had je? Nee. Sterker nog, ik heb jou zelfs gevraagd of je mat. Ik kon er niet achter komen, maar via meneer van het bouwbedrijf heb ik gezegd, ja, de sleutel ligt bij Klaver, laat hij maar bellen. Ja. Nou, ik had ooit eens een keer een verhaal in de Sun geschreven over Wopke Klaver als de grootheer van Ludinga tot Kimswerda. Heeft hij vast gelezen? Dat had hij gelezen, ja, ja. Sterker nog, hij heeft iemand naar mij toegestuurd die niet mocht zeggen dat het voor hem was om de Rijn op te halen. Maar goed, ik heb dus uiteindelijk via die aannemer contact met Klaver gekregen en schriftelijk een aantal vragen gesteld. Maar zeer uitvoerig, goed gedocumenteerd, een enorme bak informatie gekomen is waar dit dus op gebaseerd is. En dat heb ik de anderen voorgehouden. Ja. Van hoe kijken jullie er tegenaan? Nou ja, eigenlijk kan ik slechts concluderen, ja, hij had gelijk. Ondertussen was ik bij Erik de Groot, bij de wethouder, en die zegt, ja, het mooiste zou zijn als je die directeur van Accolade kon interviewen. Dat is dus die samen met Klaver daar, het wordt wel ingewikkeld, ze moeten het gewoon lezen. Nee, maar je bent lekker op dreef. Maar die directeur heb ik gebeld en die was bereid om te praten en dat was precies wat Erik de Groot ook wilde. Dus het is nu zover dat Erik de Groot de directeur van Accolade en Wopke Klaver heeft uitgenodigd voor een gesprek op het gemeentehuis. Dus doe er een koekje bij je langskomen. Dankzij de Seun. Dankzij Wout Gerstel. Nee, of mede. Nou, ik kreeg van die directeur van Accolade een bericht. Ik had dus als kop, dan moet ik hem er even goed bij zetten, corporatie Schijzelde Woningbouw. En hij vroeg of ik dat ook wilde veranderen. Dat doe ik natuurlijk niet. In de Seun brengt ons weer bij elkaar. Dus het is... de tijd was er rijp. Maar Wout, je hebt al zoveel verteld. Het is me nou even niet duidelijk. Heb je nou die Wopke Klaver wel of niet ontmoet? Ik heb hem niet ontmoet. Oké, en zou je dat willen? Voor een volgende Seun? Oh ja, maar dat gaat ook vast wel gebeuren. En heb je ooit Wopke Klaver in een grijs verleden misschien wel ontmoet? Sterker nog, ik heb vlakbij hem gewoond. Oké. En we kennen elkaar ook. Ja, dat is ook verder geen punt. Nee, precies. Nou, 8 pagina's, een heel verhaal, Wout. En wat wou je er nog over zeggen? Het is erg mooi geworden, vind ik zelf. Ik ben altijd weer verbaasd. Nou, het beeld bestond altijd dat Wopke Klaver altijd gedoe met de gemeente had.
Wolke is een perfectionist. En de gemeente moet zich aan regeltjes houden. En Wopke, hij zweert, ja, ik heb die hele wijk uit de grond gestampt. Ik schrijf ergens van, eigenlijk moet hij in de hoofdste Harlinger onderscheiding hebben. Want hij heeft iets ontwikkeld wat de gemeente niet voor elkaar krijgt. Als je teruggaat naar de 70e jaren, toen kocht Wopke met steun van Belgische financiers al die stukken landbouwgrond. De toenmalige wethouder Sietsma, de vader van de huidige wethouder, was helemaal in paniek, want ze gingen de landbouwgrond vlak bij hem kopen. En de gemeente had geen geld om het te kopen. En Klaver die kreeg het wel voor elkaar. Dus Klaver heeft toen de toekomst van Harlingen gekocht. Ja. En ik durf te zeggen dat prachtige wijken geworden zijn. Dus in plaats van altijd kletsen over wie heeft nou wie uitgedaagd en wie heeft de rechtszaak aangespannen. Nou, in de praktijk heeft Accolade de rechtszaken tegen Klaver aangespannen. Daar is het begonnen. En toen kreeg hij steeds gelijk, Klaver. En vervolgens is Klaver, toen ook richting Accolade rechtszaken begonnen, dan kreeg hij weer niet gelijk. Dus het is vaak van hoe. En je leest ook wel eens door de jaren heen in de krant, want Klaver ontwikkelt ook in andere steden en dorpen, ja, dat er wel eens vaker gedoe is met, ja, Klaver. Ja. Ja. Ja, zonder twijfel. Maar is dat nou... Omdat hij perfectionist is. Ik denk dat hij erg perfectionistisch is. Maar niet alleen over de woningbouw. Want hebben wij een woningtekort, een echt probleem hier in Harlingen? Nu wel. Je schetst al... Nu wel, zeker. Er is geen relatie. De makelaar van makelaardij Harlingen die zegt van, geef mij 50 huizen en ik ben ze morgen kwijt. Er is dus gewoon volop vraag naar huizen. Het aantal verhuizingen binnen de bouwvereniging is ongeveer gehalveerd. Want mensen blijven zitten. Dat is door de coronacrisis geweest, dat is door de energiecrisis geweest. Ja. Mensen hebben zoiets van, nou, ik weet wat ik heb en niet wat ik krijg. Heeft het ook met de vergrijzing te maken, hè, Wout? Dat mensen denken, nou ja, we hebben Dukdalf gekregen en al die mooie flats, zeg maar, waar vroeger de werf stond. Ja. Onder andere, en die denken, ja, ik zit hier voor de rest van mijn leven, ik vind het wel prima. Ja, dat is ook zo. Maar er is natuurlijk door het afbreken van Almenum, zijn er heel veel van die grijze kopjes, daarom ben ik kaal, van die grijze kopjes geweest, die moesten verhuizen. Ja. En straks als Almenum gebouwd is, krijg je wel weer een zekere doorstroom voor mensen die daar gaan wonen. Maar dat is 3-4 jaar nog, hè? Ja. Ja, hoe gaat het met de bouw van Almenum voorspoedig? Want dat had je de vorige keer ook in de Seun. Ja, ja, het gaat lekker. Ja. Het eerste deel zit dus al op de eerste verdieping. En ik zag een enorm parkeerterrein is ook al bijna gerealiseerd. Ja. Naast de begraafplaats. Nou, dan kan ik je een nieuwtje vertellen. Nou, vertel. Er is een prachtige video, een animatie van hoe Almenum eruit gaat zien. En die kun je nu al kijken op mijn nieuwe site. Oké. Nou, is dat een mooi bruggetje, jongen? Ja, dat is een prachtig bruggetje, maar ik zijn we er nu al aan toe. Ja, de tijd loopt ook weer door. Ja, ik ben altijd bang dat je het laatste moment zegt. Nee, nee, dat zeg ik nog niet. Maar wat wou je nog kwijt over het blad? Dat je zegt van, nou, dat moeten de luisteraars even ja, lezen. Ja, er staat toch weer een prachtig verhaal van kunstenares Katrien Okkenal. Ja, niemand kent haar nog. Nee. Maar het is een pracht wat die mevrouw maakt. Zeker. Hij heeft ook Daniel geschreven. Alles wat mooi is, schrijft Daniel. Alles wat zeurt, schrijf ik. Eigenlijk kunnen we dit blad ook wel de Seur noemen. Dat zou zo moeten. De oude Seur. De oude Seur. Nou, ik heb een verhaal over Harlingen als de Harlingenhaven als inspiratiebron. Wat er allemaal in de loop der tijd is geweest aan films en dergelijke. Jongen, ik ben bij het filmfestival geweest, hè. Met de prachtige film Hoe een haven niet kon en het toch kwam. Van, ja, die mensen van de Valk. Henk Penninga. Ja, prachtige film. Ja, nou, die film, die staat nu ook op mijn site. Dat ben je niet. Ja, ja, je kaart, een doorlink en zo. Zullen we het daar nu er maar over hebben? Ja, laten we daar nou maar even. Wat is er nou zo bijzonder aan de site en wat is er nieuw? Nou, ik heb mij de laatste jaren geërgerd aan het gebrek aan duiding in journalistiek. Dat komt omdat je, als je bijvoorbeeld de Harlingen krant neemt, in je eentje een krant moet schrijven. Dat krijg je voor elkaar, dus dat wordt
zoals dat in de cursus heet, knippen en plakken. Je moet zoveel mogelijk vulling hebben, vandaar ook die vaste rubrieken die dan lopen. Maar als er iets is, ik had er net met Tjerk de Boer een gesprek over de Burger King. Daar wordt dan nu een heel verhaal op de voorpagina van de Harlingen Krant geschreven over fouten die er gemaakt zouden zijn in de procedure. Maar waar we ons niet druk over maken is dat er weer een actiegroep is die weer iets niet wil. Er mag geen Burger King komen, want de kinderen die krijgen allemaal een te vet lichaam. Dat kan wel waar zijn, maar ik begin me te verbazen over het feit dat er zo verschrikkelijk veel niet meer mag tegenwoordig. Ja, waarom staan ze niet bij de Jumbo voor de deur dat ze de helft van die supermarkt afbreken? Want de helft van alle supermarkten staat vol met slechte producten. In de gemeenteraad heeft Erik de Groot verteld dat de domino's bezorgd op het schoolplein van de RSG. Ja? Dat is toch precies hetzelfde? Ja. En er mag er geen patatwagen buiten staan. Ja. Mag dit wel volgens, denk je, Europese regels? Je kan toch vrijheid van ondernemen hebben wij toch? Ja, het lijkt mij wel. Nou, kijk, wat ik dus wil is aangeven en laten zien. Een spiegel voorhouden, wat ik eigenlijk ook bij die mensen van de bouwvereniging gedaan heb. Een spiegel voorhouden van, wat zeg je nou eigenlijk? Waar slaat dit om? Kijk, dat huisartsen dat vinden en dat een schooldirecteur vindt dat die Burger King daar niet mag komen. Maar ik hoor niemand die graag naar Burger King wil zeggen, ja hoor, van mij mag die er wel komen. Dus de tegenstanders krijgen in de journalistiek steeds meer het woord. Jij wil eigenlijk een soort vandaag insight worden met... Ik wil gewoon... duiding. Ja. Duiding. En dat mis je bij Harlingen Online of bij de site van de Harlingen Courant of bij Harlingen Boeit, want dat zijn doorgeefluiken. Ja. En dan, beste Wout, ik heb er nog vanochtend over nagedacht. Ik denk, wat zal ik Wout nou eens voor een kritische vraag stellen? Wie... Hoe oud ben je? Moet je dat vragen? Hoe lang lukt dit nog? Wie? Jij hebt het heel geleverd. En dat gun ik je van harte. Wie zit hier op te wachten? Ik. Ja, ik. Ja, dat is nou zo aardig. Hoe? Als mensen het niet willen lezen, is het ook goed. Ik denk dat als je geïnformeerd wil zijn, dat je dan alle kanten van een verhaal moet horen. Ja. En dan ook een beetje smeuïg als het kan. En prikkelen. Ik heb nu een verhaaltje gemaakt over het garnalengrietje. Ja. Er is nu een soort financieringsbron waarin de visserij, de garnalen worden gestimuleerd vanuit de regering met 30 miljoen voor projecten bij de visserij. Ja, want ze hebben eerst de hele branche kapot gemaakt en nu denken ze, oh, zielig, en nou, dan krijg je een rapport van 80 pagina's en dan komt er een persbericht waarin quotes staan. Dat ik denk, wat staat hier nou in vredesnaam? Ja. En dan krijgen we dus nu een vispad, een visroute, ja, door Harlingen met als embleem het garnalengrietje. Oh. Hoe het eruit ziet. Ja. Ik krijg er allerlei visioenen bij. Nou, dan kan ik het niet laten om aan te zeggen, nou jongens, jullie begrijpen, de visserij wordt gered. Eigenlijk hoor ik jou zeggen, de journalist bestaat niet meer. Niemand doet nog eens de moeite om eens even... een verhaal van alle kanten aan te vliegen. Nee, maar dat is logisch, want daar is het te duur voor geworden. De journalistiek, dan moet je dus een of andere man hebben die daar de tijd voor neemt, ja, en dan zegt, nou dat onderwerp, ik zal dus op de Zeun ook echt niet volledig zijn. Heb je nog iets te melden, iets toe te voegen aan ons prachtige verhaal, nee, jouw prachtige verhaal? Er is een reden voor iedereen om vandaag naar dezuin.nl te gaan. En dat is dat ik een prachtige film ontdekt heb uit 1920. Een Harlinger film die met kunstmatige intelligentie is ingekleurd. Oh. Niet door mij, een man die zich daarop gespecialiseerd heeft. Die film ken ik niet. Ik kreeg kippenvel toen ik die film zag. Hoe lang duurt die film, Wout? Een paar minuten. Ja. Het is werkelijk 1920. Geweldig. 1920, zelfs de molens langs de Zeedijk staan erop. Het is een pracht. Nou, en zo staan er meer leuke dingen op. Maar deze, die was echt geweldig. Ik zeg tegen Eve, er staat een meisje op. In 1921 is die gemaakt. Mm.
Ik zeg, dat kan je moeder zijn. Ja. Dat is echt bizar. En dat wandelt daar rond, kruiwagens over, het piepke, trekschuiten door het Noordijs. Het is prachtig. Dank voor je bijdrage aan ons programma. En de volgende keer dan nodig ik je natuurlijk weer uit, want we zijn nog lang niet uitgepraat. Oké. Okay. Wout Gestel, heel veel succes met de Seun.nl. Dankjewel. Het blad komt in de bus bij iedereen in de gemeente Harlingen? Als het goed is? Als ze de goede sticker op de deur hebben, wel. Oké, okay, en anders dan kunt u altijd nog eens even contact opzoeken met Wout Gestel. Heb je ook een e-mailadres voor? Ja, wout@gestel.nl. Kijk, dankjewel.